We hebben hier een expositie geopend, heeft de koning geopend, die ook vanaf vanmiddag voor iedereen digitaal toegankelijk is via www.stilstaanbijcorona.nl. Er zijn 44 verhalen opgehaald, foto's met verhalen, ook van Aruba, waarin wij delen hoe wij terugkijken op die coronatijd. En er zijn verhalen van verdriet, van verontwaardiging, van boosheid, van liefde, van rouw. En zo proberen wij de dingen bij elkaar te brengen. En van Aruba is er een heel mooi verhaal ook bij, een mooie foto, die ook terugkijkt op een hele nare gebeurtenis op uw eiland, in uw land. Alle 6 eilanden, dus de 3 landen, de 4 landen binnen het Koninkrijk, maar ook de Bes-eilanden, hebben allemaal een plaats gekregen. Maar alle 6 eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk hebben een foto en een verhaal. We proberen met de eilanden goed contact te onderhouden. Met de benedenwindse eilanden hebben wij aangeboden, waar Papiaments wordt gesproken, om te praten voor de positie van het Papiaments binnen het Koninkrijk. Het Fries heeft naast het Nederlands een enige officiële status binnen het Koninkrijk en het Papiaments helaas niet. En wij hebben de vrienden van Bonaire, want die hebben ons langs ontmoet, ook aangeboden om ons daarvoor in te zetten om de kennis die wij hebben over de positie van onze taal, het Friesk, binnen het Koninkrijk, om die te delen met jullie in de hoop dat jullie met het Papiaments dezelfde positie kunnen krijgen binnen het Koninkrijk. Er is al een bezoek geweest van de eilanden. Er zouden 5 mensen komen, maar van de Bes-eilanden zijn er veel meer gekomen. Dat was een heel goed bezoek op Schiermonnikoog. En daar bleek dat de problemen op de Waddeneilanden bij ons, want er zijn 4 Waddeneilanden in Friesland, eigenlijk te vergelijken zijn ook voor een groot deel met de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. In november ga ik ook naar Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, ook voor dit Nationaal Comité. Wij hopen op die manier ook de kennis over de eilanden, hoe het is om te leven op de eilanden, met elkaar te delen en de problemen die daar zijn en die gemeenschappelijk zijn, onder de aandacht te brengen van de regering.